Hallo, wij zijn Casper, Philippe, Marijn, Friso en Julius. Een tijdje geleden is onze klasgenoot hier in het water gevallen. Toen vroegen wij ons af, hoe schoon is het water hier van de Haagse Beek eigenlijk? Dus wij gingen op onderzoek uit. Als eerste keken we wat voor beestjes er eigenlijk in de Haagse Beek leven. En daarna keken we naar verschillende factoren, zoals de watertemperatuur en het zoutgehalte.